You could do it. It's a Terminator. It's a Terminator. Everybody's wrong. Rewrote the song. Thoughts become action. Tell me what's happening. Wish your mind wrapped in, wrapped around, wrapped around. Yo, beste mensen. Welkom bij een nieuwe video. Vandaag spelen wij GTA 5. Nee, niet 4, maar gewoon 5. En ondertussen worden er allemaal mensen over geknald. Daar gaan we niet op letten. Ik ben vandaag in mijn garage en na een hele lange tijd GTA niet hebben gedaan. Heb ik het toch opgestart en dacht ik gaan. Nou, ik laat even de garage zien waar ik nu in sta aan jullie. En ja, laten we beginnen bij nummer auto nummer 1. Nummer auto nummer 1. Dat is deze, dat is de Karin. Dat is full upgegrade wagentje. Super mooi. We kunnen er ook even instappen. We kunnen er ook mee rijden, maar dat gaan we misschien straks doen. Want dan kan je de specificaties zien als je op Z drukt. Oh, niet? Nee, niet op Z drukken, want dan gaat fout. Niet op een pijltje omhoog klikken. Oké, dit is de Karin in ieder geval. Super vette auto, echt. Rijdt super smooth, vind ik. Dan heb je hier natuurlijk de bulletproof wagen, natuurlijk. Ik weet, Karimbo, hoe heet het? De, I don't know. In ieder geval dat armoren dingetje dat je bij de heist kreeg. Dan hebben we hier natuurlijk ook een mooi wagentje staan. Dat is volgens mij, als ik het goed heb, is dit natuurlijk de Centorno. Super chill wagentje, ook lekker snel natuurlijk. En daar doen we het allemaal voor. Gaan we naar de volgende wagen. Dit is een van mijn eerste wagentjes. En dat is natuurlijk de Sabre Turbo, als het goed is. Ja, hier Sabre Turbo. Lekker Mustangetje, kan je gewoon lekker mee rijden natuurlijk. En dan hebben we hier natuurlijk de Mini Cooper. Als jullie goed weten, heb ik dit gebruikt in een aantal afleveringen. Van, als het goed is, de slechtste chauffeur. En hebben we hier natuurlijk ook een fietsje natuurlijk om mijn stamina omhoog te hebben getraind. Dat is natuurlijk ook super mooi en super kek natuurlijk. En dan hebben we hier natuurlijk een motortje wat jullie natuurlijk weten. Dat is de Hakukuchu. Helemaal vol upgegraded als het goed is. Nou ja, tenminste zover ik weet. En hier natuurlijk mijn freaking monster truck voor mij dan natuurlijk naartoe gevonden. Dat is natuurlijk de Sand King. Echt super tof. En dan gaan we natuurlijk op een naar de volgende wagen, natuurlijk de T20. Want ja, waarom nou ook weer niet de T20? Omdat het gewoon super vet is. En dan gaan we naar de volgende wagen, dat is de gratis wagen trouwens. Dat is volgens mij de RX of zo. Ja, hier de RH8. Lekker wagentje. En laten we anders even lekker wegrijden met de Karin. Want als ik het goed heb, heb ik nog een garage, maar dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval, wat ik wil gaan doen is misschien 3 sterren of 5 sterren. In ieder geval, we gaan een bank beroven. Nou, niet een bank trouwens, maar gewoon een shop of zo. Holy shit, oké, dat was niet de bedoeling. En dat was eigenlijk ook de reden waarom ik niet zoveel GTA mee kon doen. Omdat mijn PC dat niet zo leuk vindt meer, volgens mij. In ieder geval, we zijn nu aangekomen bij de eerste shop. Wacht even. Wacht heel even. Dit moeten we fixen. Want als wij weg willen rijden natuurlijk, de politie komt eraan. Willen wij natuurlijk al dat wij gelijk op weg kunnen rijden. Dus dat betekent dat wij, als het goed is, hier al ergens naar... even kijken. Staat bij vehicles? Oké. Oké, dit is, betekent dus dat we gelijk weg kunnen rennen. Oké, we gaan de bank beroven. Nou ja, de bank, ik bedoel de shop. Hoe de freaking deed dat ook weer? Oké, ja, nice. Oké, dit gaat goed komen. We pakken een AK. Oké, ik dacht net dat ik trouwens de verkeerde knop deed om te beroven. Omdat ik zo lang GTA heb gespeeld. Maar juist wel weer... Manticore natuurlijk, dus daarom had ik bijna juist geschoten in plaats van inzoomen. Maar kom op! Ja! Welkom de customer, geef me dat geld! Geef me geld! Intimidation! We hebben nu 2 sterren trouwens. Gaan we hem neerschieten of laten leven? Laat het nu in de reacties achter. Oké, hij is dood. Ik pak wel zijn geld ook. Had geen geld! Jongens, ik ben teleurgesteld. Oké, snel in de auto. En daarom had ik mijn deuren open laten staan zodat we snel weg kunnen gaan. En ik moet nu even eigenlijk ook weer de deur dicht doen. Oh my god, dit is niet de bedoeling. Dit is niet de bedoeling, dit is niet goed, dit is niet goed, dit is niet goed, dit is niet goed, dit is niet goed. Ik kan ze niet dicht doen, ik kan ze niet dicht doen. Oh, ze zijn dicht. Oké, op naar de volgende shop. Met 3 sterren achter me aan ondertussen. En de volgende shop is volgens mij wel redelijk dichtbij. En omdat deze auto redelijk snel is, kunnen we dat wel gaan halen, denk ik. En ondertussen, daar zitten natuurlijk ook wel mensen in deze lobby die mij ook willen afknallen. Misschien, dat zou kunnen. Nee! Kut. Verdomme, dit is niet het plan. Dit gaat fout. Oh shit, er is een man. Die gaat achter me aan. No. Oké, ik heb echt gewoon keiharde late play trouwens. Maar oké, let's go. Let's go. We gaan die rijke buurt hier overvallen. Wacht, is dat hier? Dat is hier.
Oké, let's go. We gaan deze rijke tata overvallen. Ook al hebben we deze gewoon een pinautomaat. Dat klopt niet. Oké, we zetten de deuren open. Vehicle. Doors. Restore. Even rustig, oké? Ik moet de bank beroven. Mevrouw! Ik kom... Verdomme. Oké, één moment. Oké, nog een keer. Nee, niet... Oh, ja, nu kan ik vechten binnen, of niet? Nee, nog niet. Oké. Dit moeten we secure doen. Oké, we worden aangevallen door... Ik kan ze nu wel pakken. Mevrouw, geef me je geld. Geef me je geld. Je kan niet dood. Je kan niet dood! Dit is een Terminator! Het is een Terminator! Nee, mevrouw! Nee. Ik wil niet dood. Holy shit, dit is een Terminator. Zie mij dan. Ik zie al mijn bloed. Shit. Oh my god, dit was niet de bedoeling. Shit. Oké, hoe gaan we hieruit komen? Want ik ga sowieso dood anders. Nee! Holy shit. Een kale. No! Oké, dit... volgens mij heb ik me nu van de regen in het erop gewerkt. Holy shit. Dit wordt een fucking feestje, jongen. Oké, blijf ik hier staan? Ik moet hier weg, want... Oh my god! Hij kan niet mikken. Hij kan niet schieten. Pak hem. Hoppakee, op zijn oogbal. Hoppakee. Oké, dit is... Oh my god! Nee! Mijn auto is afgepakt. Nice. Toch wil ik jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Vond je dit een leuk? Laat zeker een duimpje omhoog achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren als je dat niet hebt gedaan. Dat kan hier beneden. En natuurlijk zometeen hier in het beeld. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot later.